Arjen Vuring, tweede wedstrijd in de voorronde van de Champions League. Je wint met 10-0. Dat zijn eigenlijk geen cijfers, toch? Nee, eigenlijk niet. Kijk, als je kijkt naar de tegenstander, dan... We zijn gewoon op alle fronten beter. Kijk, tactisch gezien valt er allemaal niet zoveel te halen in zo'n wedstrijd. Omdat je op iedere positie heb je gewoon een betere speler staan. Dus ja, je weet dat ook van tevoren. Ik wist dat we gewoon sterker zouden zijn dan de tegenstander. Nou, dat we uiteindelijk dan 10 maken, dat is denk ik goed. Goed voor het publiek en goed voor onszelf. Ik kreeg halverwege de vraag, is dit een oefenwedstrijd? Nee, het is voorronde van de Champions League. Ja, nou ja, goed. Kijk, weet je, ik heb me maar voorgenomen om niet te veel over te zeggen. Ik bedoel, laat ik gewoon over onszelf hebben. En ik denk dat we het daarin goed gedaan hebben. En hoe dat dan precies in zijn werking gaat met zo'n team. En waarom dit soort teams meedoen, ja goed, zeg maar. Ja, we laten het dan over even jullie team hebben. In ieder geval was het scoren, de bal zo snel mogelijk weer halen, op de middenlijn leggen en doorgaan. Ja, nee, zo is het. We wisten dat we veel moesten scoren. Het zou eventueel zou het om het doelsaldo kunnen gaan. Dus ja, dat was ook in die zin de opdracht. En als je na 90 minuten de 10 gemaakt hebt, dan denk ik dat die opdracht, dat het doel geslaagd is. Ja, want misschien overbodige vraag, ben je tevreden of zijn er toch dingen van, die je denkt van potverdorie? Nou, kijk, weet je, los van dat je 10-0 wint, ik denk dat je tegen zo'n tegenstander nooit je beste wedstrijd speelt. En ik denk ook aanvallend gezien dat we nog niet eens het niveau hebben gehaald wat we uiteindelijk kunnen halen. En ik zie nog steeds dat we in samenwerking en in de loopacties nog heel veel dingen op elkaar af moeten stemmen. Maar ja, goed, aan de andere kant is het dan dus des te knapper dat je er al 10 maakt. Ja, je brengt Zoe van de Ven, je brengt Sjeerne van de Goorberg. Het is ook een wedstrijd waarin zulke speelsters gewoon ervaring op kunnen doen. Ook al is het voorronde Champions League. Ja, maar goed, we weten dat als je kijkt naar het team, hebben we ook die meiden hebben we hard nodig. En dan, ze hebben eigenlijk altijd gedaan. Die speelsen moeten ook minuten maken voor het geval dat we ze in die zin ook nodig zijn. En Zoe en de Shen, die hebben het ook gewoon hartstikke goed gedaan. En Laika die later invalt. Dus ja, dan probeer je ze ook in die zin te belonen voor hetgeen wat ze hebben laten zien. Heb je al overlegd wat er nu moet gaan gebeuren? Want ik bedoel, als je 6 punten hebt en die andere 2-3, dan kan er nog wat gebeuren, of niet? Ja, nou goed, kijk, uiteindelijk, we zullen een beetje moeten rekenen. Aan de andere kant ook niet te veel, want gewoon, ja, het is simpel. Als je zondag een punt had, of gewoon resultaten had, dan ben je er. Dus ja, we kunnen heel moeilijk doen. Maar goed, het is nu een beetje de vraag, stel, er komen 3 ploegen op 6, hoe dan de regelgeving is. Maar goed, dan zullen we vanavond achterkomen via de Delegate. Wel een verrassende uitslag, toch? Ferencváros dat met 2-1 wint van Tel Aviv. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant, ik denk dat gewoon Ferencváros en Tel Aviv gewoon 2 ploegen zijn die aan elkaar gewaagd zijn. En dat hadden we ook al een beetje geconstateerd in de beelden. Maar ja, goed, kijk, je weet ook nooit hoe dat soort wedstrijden gaan en verlopen. En Tel Aviv heeft zeker een nummer 10, is echt een hele goede speler. Ook daarin vind ik dat we na zondag niks mogen onderschatten en kunnen onderschatten. We moeten gewoon winnen. Zo simpel is het eigenlijk. Laatste puntje dan nog over je opstelling. Want Tashira Renfurm die mocht vorige wedstrijd een uur spelen, heeft nu niet gespeeld. Volgende keer? Dat zou kunnen inderdaad. Tashira is in ieder geval medisch gezien mag gewoon geen 3 wedstrijden spelen in een week. Dat is de reden waarom we wisten vooraf dat ze deze wedstrijd niet zou spelen. Nu is de vraag. Mout doet het goed, Tashira heeft het goed gedaan en Christina doet het eigenlijk ook heel goed. Dus daar zal in ieder geval een keuze gemaakt moeten worden. Je hebt ook een keuze gemaakt om Anouk Dekker nog niet te laten spelen of kon die gewoon echt niet spelen? Het lijkt me dat je de rust hebt gegeven omdat deze wedstrijd met alle respect toch niet zo heel erg veel voorstelt. Nou, uiteindelijk is het gewoon afstemmen wat voor haar op dit moment het beste is in haar revalidatietraject. En wij vonden dat deze wedstrijd te vroeg kwam. En we hopen dat we haar zondag in ieder geval bij de selectie hebben. Heb je die hard nodig? Kijk, Anouk is natuurlijk een speler met heel veel kwaliteit. Dus een extra toegevoegde waarde in je team. Maar goed, Matte en Mike en Jill doen het ook hartstikke goed. Dus ja, daarin zit wel veel concurrentie. Wat kunnen we verwachten zondag? Ja, ik moet het nog met de meiden bespreken. Maar ja, als het aan mij ligt, gaan we zo snel mogelijk op zoek naar een goal. En zullen we alles onder druk zetten. En als we die goal gemaakt hebben, dan weten we ook dat zij er minimaal 2 moeten maken. Omdat ze gewoon moeten winnen. Gewoon gas erop. 3 gespeeld, 9 punten, klinkt best lekker, hè? Ja, daar gaan we. Dat is het doel.